En je ziet die gangen en je ziet die meisjes. Dan denken we ergens, tot verdomme, hoe kunnen ze het uithouden? Ja. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En waar gaat u nu naartoe? Ja, dat weet ik veel. Het is gewoon een kutzooi. Ik hoop nog dat ze wel een herstart kunnen gaan maken. Maar ja, ze moeten dus een beetje meer hulp krijgen van de regering, vind ik. Maar ja, nou is het goed. Ja. Nou is het allemaal weg. Het is allemaal weg. Het is... Hier is allemaal therapieklanten. We moeten ze allemaal oprotten. Kunt u niet. Maar ja, je ziet het, politiek is nergens te vinden. Ze laten je gewoon in de steek hier. Het Slotervaartziekenhuis is failliet verklaard. Wat vind je daarvan? Totale waanzin. Totale waanzin dat wij in Nederland ziekenhuizen failliet laten gaan. Dat we wel in staat zijn en bereid zijn om banken die failliet zijn overeind te houden. En als een ziekenhuis waar heel veel mensen goede zorg kunnen krijgen, goede zorg willen krijgen. En die ook heel veel betrokkenheid hebben bij zo'n ziekenhuis, dat we die gewoon failliet laten gaan. Ik vind het totale waanzin. Het is te gek voor woorden. En de banken die worden wel met miljarden gered en het ziekenhuis wordt zo voor een paar miljoen zeg maar uit de stikken draad getrokken. Hoe kan dit gebeuren? Hoe kan in godsnaam de gemeente Amsterdam zoiets toelaten? Als een projectontwikkelaar dit weer opkoopt, nog meer duurdere huurwoningen komen. Het wordt echt een stap voor de juppen. Die vrouw is heel goed voor mevrouwen zorgen. En als je daar binnenkomt en je ziet die gangen en je ziet die meisjes, dan denken we ergens, tot verdomme, hoe kunnen ze het uithouden? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maandag werk, hè? Dinsdag. Ik vrij. Mijn collega gebeld met mij en zegt, we hebben misschien een probleem met je knaus. Ik zeg, wat probleem? Ik zeg, je hebt misschien failliet. Ik zeg, kan niet geen papier met thuis of die of die of die. Ik zeg, ja, ik oren. Woensdag ik kom werken. Donderdag, vergadering neer. Ik zeg, ja, failliet. Ja. We horen allemaal hele positieve geluiden over het ziekenhuis. En voornamelijk over de werknemers. Wat gaat er nu met de werknemers gebeuren? Ja, die worden waarschijnlijk op allerlei andere plekken in Amsterdam geplaatst. Bij andere ziekenhuizen. Zeker voor de verpleegkundigen, begreep ik. Zal het probleem waarschijnlijk zich nog wel oplossen. Maar ik wil eigenlijk niet nu daarmee akkoord gaan. Ik wil niet akkoord gaan dat we dit ziekenhuis, dit prachtige ziekenhuis in Amsterdam, die een hele lange traditie heeft, dat we die gewoon een beetje aan een lot overlaten en failliet laten gaan. Daar moet een doorstart kunnen plaatsvinden. Mijn vader die moest dus vandaag het ziekenhuis verplaatsen naar een verpleeghuis, omdat er zogenaamd geen plek is in andere ziekenhuizen. Dus het is absurd, verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar goed, ik wil dus toch een signaal afgeven dat ik ze wel gewaarschuwd heb. Want luister even, kijk wat of er gaat gebeuren. Jullie laten het allemaal gebeuren. Ik zou zeggen, zorgverzekeraars, haal het geld van de schap af, van de plank af en investeer het in goede ziekenhuizen. Dat hebben we nodig, dat willen alle Amsterdammers en dat willen ook alle Nederlanders. Gaat u naar uw vrouw toe nu? Ja, ze is in de auto. Heel goed. Ze is twee keer dood geweest bijna. Daar zit ze en ze gaat gelukkig wel samen met u in de auto mee. Hoe voelt u zich dat u moet verplaatsen? Nou, niet goed hoor. Ik ben ziek, maar hou het vol.